Hallo guys! Oh, heel lang geleden dat ik een video heb opgenomen. Jullie kijken nu naar een Q&A. Voor de mensen die mij niet op Instagram volgen. Dit is een pregnancy Q&A. Woo! Wij verwachten een baby! Let je bezig. Oh yes! Nee, maar we gaan een paar vragen beantwoorden. Een paar algemene vragen. Ja. Die ons vaak werden gesteld. En hierna, voor de mensen die mij ook niet op Instagram volgen, volgt er nog een docu over onze journey om zwanger te raken. Dus alle vragen daarover, wat betreft het zwanger raken en hoe lang het duurde bij ons en dat soort dingen, kan je echt terugvinden in de docu die hierna volgt. Dat zijn echt de algemene vragen. Voor de mensen die niet volgen op Instagram, check even het korte filmpje op Instagram. Dat is ook hartstikke leuk om dat te checken. Het is een beetje een preview van de, ja, van de docu. Zullen we beginnen met de vragen? Ja. Oké, hier komt die. De eerste vraag is, hoe ver ben je al? 16 weken, 4 maanden precies, ben ik momenteel iets verder nu. En toen we het aankondigen, ja, 16 weken. 16 precies. Weken. Oké. Weten jullie het geslacht al? Wij wisten het geslacht heel vroeg. Yeah. Wij waren in behandeling in België. Mm-hmm. En daar doen ze dus de NIP-test. En op een NIP-test, uitslag, kan je ervoor kiezen of je het geslacht wil weten of niet. En dat is al met 12 weken. Dus wij weten al best wel een tijdje wat het wordt. Ja, we wisten het al heel vroeg. Ik weet niet of je dat wil vertellen. Onze gender reveal hebben ze dan tussen ons gehouden, toch? Ja, we hebben onze gender reveal ook al gedaan. Het was echt tussen ons twee. Ja. Maar het was echt niet te veel toeters en bellen, maar wel echt leuk. Zeg ja, het maar. Was echt leuk. Jullie gaan het nog allemaal voorbij zien komen. Ja. Hebben jullie voorkeur voor een geslacht? Voorkeur voor een geslacht. Ik moet zeggen, toen we zeg maar, het allemaal nog niet wisten en zo, het boeide ons echt niet gewoon. Ja. Wat bij ons wel echt het geval was, we hadden allebei wel echt een heel sterk gevoel wat het zou worden. Ja. We hadden echt een heel sterk voorgevoel en we zagen het ook helemaal voor ons. We zagen zeg maar helemaal niet meer het andere geslacht voor ons. Precies. Ik wou gewoon zeggen van ja, het maakt ons zeg maar niet uit wat het zou zijn. Nee. We waren al blij dat we überhaupt zwanger waren. Punt. Je weet toch, dus als het maar gewoon gezond is. En qua geslacht zeg maar, je weet toch. Sorry, ik moet even lachen, want ik kwam brak me net. Je ontbreekt me altijd. Ik wil nooit praten. Ja. Nee, maar gewoon ja, hartstikke blij. En ook hartstikke blij met wat het is. Dus had je het verwacht? Ja, nee, ik weet niet, want die dag, ik weet nog toen we die dag we waren zo erg aan het twijfelen. Maar opeens ging het hoofd alle kanten op en we wisten het allemaal niet. En ja. We werden ook wel verrast, want we hebben zeg maar het geslacht dan aan iemand. We wisten het echt niet. Maar ging nog steeds mijn zin niet af? Jesus fuck. Ik wil zo graag praten. We hebben zeg maar het geslacht hebben we doorgemaild naar iemand die we toevertrouwden, heel dichtbij. En vervolgens hebben ze het op een papiertje geschreven, in een envelop gedaan. Ja. En toen zijn we die gender reveal ding gaan ophalen. En zijn we oprecht zelf ook verrast en wisten we het echt niet. Ja. Leuk hè, als ik dingen vertel. Vind ik zo leuk. Nee, wat er gebeurde was. Oh, je gaat dat nog een keer vertellen? Heb ik het niet goed verteld? We kregen de NIP-uitslag in de mail. Die uitslag mocht ik dus niet openen, want het stond er letterlijk gelijk op. Ik mailde het gelijk door. Het enige wat je wel wist, is dat het gezond was. Ja. En toen moest ik huilen. Ja. Ik heb echt fragmenten van net gezien dat jij zo aan het huilen was. Toen we aan het eten waren. Ja. We waren zelf heel erg verrast. Ja, we waren gewoon blij. Joh. Ik was überhaupt gewoon blij dat het gezond was en dat alles oké was. En het boeide me voor de rest ook echt niet. Man. Heel lange antwoord op deze vraag. Alles was gruwelijk. Nou goed. Hebben jullie al een naam voor het kind? We hebben al een naam voor het kind voordat we een kind hadden. Ja, we hebben heel lang al een naam. Toch? Ja, we hebben heel lang een naam. We hadden voor beide geslachten eigenlijk al een naam. Ja, beide geslachten hadden we al een naam. Ja. Dus, ja, Ricardo en Priscilla. Dat was heel makkelijk voor ons. Hou eens op, man. Nee, maar we hebben al een naam. En dat is, zeg maar, het is zo gek dat de naam die we hadden, zo, het leek alsof die, alsof de persoon al er was. Zou ik bedoel? Je bent zo erg al aan die naam verbonden, mm-hmm, dat je, het leek alsof het er al was, zeg maar. Dus ja, het was voor ons eigenlijk heel makkelijk namen. Ja. Wij houden sowieso voor heel traditionele namen. Dus ja. Dan. Waarom gekozen voor België? Ja, in principe zien ze dat in de docu, toch? Ja, dat is wel echt een vraag voor de docu, maar daar kan ik heel kort op ingaan. Ik was gewoon niet blij met de zorg in Nederland. Er was amper onderzoek gedaan. Ik werd niet serieus genomen. Dus ik dacht, ik ga naar België, jongens. En
Ja, in België hadden we wel al snel het gevoel dat we zeg maar serieus werden genomen en dat er gewoon snel actie. Hier in Nederland lieten ze een beetje aan je lot over. Ja. En van nou, het komt wel goed. En ze zeggen, ja, maar wat is er mis? Weet toch, check even wat. Dus voor alle koppels die nu in Nederland in behandeling zijn en die vaak horen van onverklaarbaar, onvruchtbaar of geen reden. Jullie zijn hartstikke gezond, dat komt wel. Hmm. Ik zou jullie echt aanraden om naar België te gaan. Want zeg maar, de meest kleine probleempjes kunnen ze daar gewoon checken. Ja, man. En dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ja. Weet je, het is veel fijner dan een soort van maar aan je lot overlaten worden. Maar oh, ik zie wel wanneer het gebeurt. Maar nu, we wisten het gewoon. Ja. Dus dat was wel fijn. Is dat, ja. Even kijken hoor. Hoe heb je het eerste trimester ervaren? Verschrikkelijk. Oh, het was echt verschrikkelijk. Ik was kotsmisselijk. Ik denk dat jij elke dag hebt gekotst. Ja, meerdere keren. Ja. Maar ik lag heel de tijd in bed. Vooral de eerste 2 maanden. Daarna dacht ik, maar ik wil gewoon uit bed gaan, weet je wel. Hoe moet ik dat doen? Maar toen ging ik op een gegeven moment overal kotsen. Ja, overal in de auto. Parkeergarages, tankstations. Overal waar ik kwam was ik aan het kotsen. Het was gewoon normaal. Ik had overal ook een vuilniszak mee. Ja, aan de kant van de weg, overal. Het werkte gewoon echt niet meer. En toen dacht ik na de eerste trimester van nu gaat het beter, maar het werkte erger. Je hebt een keer hierboven gewoon, zeg maar, je weet toch, je hebt wasbak en de wc. In plaats van dat ze zeg maar zo snel, ze was al bij de wasbak. In plaats van dat je gewoon in de wasbak kotst, loopt ze richting de toilet en terwijl ze loopt kotst ze alles op de muur en op het toilet, gewoon overal. Ja, maar ik kon niet meer inhouden. Het was echt gewoon, oh, ik kan er niet meer aan denken. Het was echt heftig, man. Maar bij mij was het wel zielig. Je zag er echt zielig uit. Ja, ik was echt gebroken. Ja. Maar ik zit nu aan de pillen, guys. Ik slik misselijkheidspillen omdat ik er niet van afkwam. Heel veel dingen verschrikkelijk om te ruiken. Ik kon niet. Ik mocht thuis ook niks maken, want de geur was te heftig. Dus we gingen elke dag buiten eten. Eerste semester, jouw humeur was ook best wel heftig. Mijn ontbijt is elke dag een ijsje. And that's it. Oh ja. Weet je nog, die Magnum? Oh, jezus. Die kleine Magnum. Ik ga mee vreten met jou. Ja. Ja, dat is erg, man. Zeg maar in het begin. Ik moet wel zeggen, ik waardeer nu wel meer jouw koken. Ja, hè? Want daarvoor, je kookte gek ja, met je kookpagina en shit. En dan nu opeens, ik moest gewoon cornflakes eten en zo, omdat ik geen geuren mocht maken in het huis. Ja, ik kan nog steeds niet heel erg koken. Kijk, nu zou ik het wel iets beter kunnen dan toen. Want ik liep 1 keer langs de keuken heen en toen moest ik al kotsen, terwijl er niks stond. Alleen die geur, die walm al. Ja. Nee, ik kon het echt niet meer aan. Ja, nou ja, goed, tot zover eerste trimester. Ik ben blij dat het voorbij is in ieder geval. Ja, ik ook. Echt wel. Je bent nu in je tweede. Ja. Het gaat denk ik nu wel een stuk beter. Ja. Ben je nog echt misselijk en zo? Oh, ik slik die pillen, ik hoop het niet. Nee, ja. Ik slik ze gewoon, ja. Maar je hebt wel meer zin in... Ja, ik eet wel gewoon echt... Ja, oké. Ik kan alles wel eten. Of vlees. Had je genoeg eicellen voor IVF? Ik had uiteindelijk 8 eicellen, maar volgens mij is deze vraag meer naar mijn eicelvoorraad, gok ik zo. Mijn probleem was eigenlijk juist het tegenovergestelde. Ik had een te hoge eicelvoorraad. Ik was eigenlijk wel geschikt voor IVF. Ik had 8 eicellen uiteindelijk. Oh yes, onze broedkip. Even kijken, zouden jullie nog een kind willen? Oh, ik denk dat er heel veel commotie komt als ze deze vraag beantwoorden. Dus... Nou, ik denk er niet aan, om eerlijk te zijn. Zeg maar, ik ben echt al super dankbaar met dit. Ja. En ik denk van, nou, laten we dit even aankijken, toch? Ja. Het is wel echt zo'n typische antwoord van ons, wat weer voor heel veel commotie kan antwoorden. Maar wij zouden heel snel zeggen, we hebben hierna geen kinderwens meer. Niet per se in ieder geval. Nee. Misschien komt dat wel, dat weet maar je. Maar misschien inderdaad komt het met de jaren mee. Maar we hebben wel gelijk gezegd van hierna is het klaar. Maar ik moet wel zeggen, met deze vraag denk ik van doe eens even rustig, joh. Ja. Die ene is er nog niet. Gelijk al. En wil je nog eentje hierna? Ja, denk, maar, heel heftig. Doe eens even rustig. We hebben heel veel koppels ook last als ze één kind hebben en dan 5 jaar. Wanneer is de tweede dan? Wanneer is de tweede? Ja. Dus ik denk dat we dat ook nog gaan krijgen. Ja. Wij hebben niet een heel grote droom om een heel groot gezin te hebben in ieder geval. Dat weet ik wel. Had je dat vroeger wel? Nooit. Nee? Ik had vroeger echt dat ik wil 5 kinderen en zo. Maar zeg maar, echt? Ja, maar hoe ouder ik werd, hoe minder ik wou. Nee, ik had standaard, ik had misschien 2 of zo. Ja? Ja. Kijk, weet je wat, op dezelfde manier als hoe het is gegaan hiervoor,
zou ik het niet nogmaals doen. Dus dan zou het antwoord zijn, nee, dat ga ik niet meer doen. Maar stel het gebeurt op de natuurlijke manier. Stel je voor het gebeurt vanzelf en bla bla bla. Dan is het, ja, dan is het ook gewoon welkom. Ja, toch, dan is het gewoon wat het is. Ja, maar dat is het anders. Maar als we zelf mogen kiezen en we moeten weer dezelfde pad, dan zou ik denk dat wij echt zo in shock zouden zijn als we opeens weer over 8 maanden of zo, dat je dan opeens weer nog een idee van, oh mijn god. Oh, dat zou ook wel wat zijn. Maar dat hoor je best wel vaak trouwens, hè. Van, ja, omdat je vruchtbaarder bent, toch? Ja, als je net bent bevallen, dat je dan vruchtbaarder bent. Jezus. Nou goed, huis is goed genoeg in principe, pas er nog wel 4. Maar, oké. De laatste vraag? Ja. Hadden jullie adoptie overwogen? Zeker. Zeker. We hadden alle opties overwogen. Ik denk, we hebben het ook wel in onze docu gezegd, want daar kunnen we kort op ingaan. Ja. In principe hadden wij vooral de rust gevonden in het proces. Omdat we uiteindelijk een gesprek hadden gevoerd met elkaar van, ja, wat als het niet op een natuurlijke manier gebeurt? Dan hadden we gezegd van, nou, wij willen het eigenlijk op elke manier proberen. Ja. Ook adoptie, voor mijn part draagmoeder. Ik heb alles voorgesteld. Ik stond overal voor op. Ik zeg jullie heel eerlijk. We waren ook aan het kijken naar landen en zo die adoptie shit hadden en zo. Gewoon best wel veel onderzoek gedaan ook. Ja, we hadden al heel veel onderzoek gedaan. En ja, het is nu sowieso veel moeilijker om te adopteren, hè, jongens. Het is echt niet meer wat het was eerst. Mm. Maar zeker was het nog een optie voor ons. Wij wouden eigenlijk gewoon de kansen afmaken die wij hadden met IVF. Juist. Want wij zijn uiteindelijk zwanger geworden met IVF natuurlijk, zoals jullie hebben gezien. Maar dat was wel zeg maar onze tweede en derde optie. We hadden eigenlijk nog best wel veel opties dat we wouden proberen. Het boeide ons eigenlijk niet zeg maar op welke manier het gebeurde. Wij wouden gewoon heel graag ouders worden. Ja, en ik denk dat elke manier het van ook zijn charmes heeft, toch? Ik denk een adoptiekind zou ook meer dan welkom geweest zijn bij ons. En zouden we ook evenveel liefde geven als je eigen kind. Je weet toch? Dus we stonden er zeker voor open. Weet je nog mijn eerste Q&A die ik heb gehouden op YouTube? Geen idee, maar toen heb ik ook al echt duidelijk aangegeven dat ik echt een adoptiewens had. Het was bij mij altijd al, zeg maar. Ik wist toen zeg maar niet eens dat ik heel moeilijk zwanger zou raken. Yeah. En ik had toen al aangegeven, ik wil heel graag adopteren. Is er nog, nou ja, dat was een beetje. Nee, want de rest van de vragen zijn een beetje inhoudelijk, een beetje over de docu. Van. Ja, precies. Ik denk wel, als er mensen zijn die echt inhoudelijke vragen of hebben, ik zou zeggen, check sowieso de docu, want ja, die komt ook binnenkort online. Daar is echt zoveel informatie voor ons traject, waardoor we hier niet echt op konden ingaan. Je wordt echt van een soort van stap tot stap vanaf het begin bijna meegenomen naar in het proces. Tot de zwangerschap, soort van. Dus dat is, ja. Kortom, we are very excited om deze journey te beginnen. Wij gaan denk ik nog heel veel, ja, we moeten nog zoveel meemaken, man. Van gender reveals tot de einde van de zwangerschap, tot de bevalling, tot de eerste baby. Alles. We moeten nog zoveel meemaken, maar ik heb wel zin in. Babykamer, dat ook nog. Alles is nieuw, hè. We snappen ook allebei helemaal niks. We zijn echt zo groentjes in dit hele, hoe zeg je dat? Ja, in het hele traject, zeg maar. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat we nu een soort van een nieuwe fase in ons leven met allemaal nieuwe dingen gaan ervaren. Mm. Weet je toch? Want we hebben nu afgelopen, we zijn 10 jaar samen. We hebben eigenlijk alles al gezien wat we konden zien met z'n tweetjes. Ja, echt letterlijk alles gedaan. En nu komt er een derde persoon bij en ik denk dat het echt lach gaat worden. Ik heb er zin in. Ja. Ja, tot. Nessie kan zeg maar niet praten zonder het geslacht. Ik kan niet genderneutraal praten, dat lukt mij niet. Dat is heel, heel lastig. Maar nou guys, mag ik het ook afzetten? Het is mijn video. Jongens, we zijn gewoon heel enthousiast. We zijn super enthousiast, we hebben er gewoon heel veel zin in. Nou guys, ik hoop dat jullie deze Q&A leuk vonden. En ik zie jullie heel snel weer op mijn kanaal met een docu. Dag. Dag. The fat baby is inside. Praat al tegen het kind, hè. Gewoon in de buik en zo, ga ik zo praten en zo. Vind ik leuk.